kanaal. Vandaag ga ik weer spelen met een wapen die best wel onderschat kan worden als je er een beetje mee kan spelen. Ik ga spelen met de HVK30 met daarop een high caliber en stock attachment. Waarom? Ik moet nog headshot hebben voor de HVK30 om diamond assault rifles te halen. Dus die gaan we gewoon proberen te halen. Dit potje moeten nog 40 of zo. Niet dat we die dit potje gaan halen. Maar ik speel er gewoon eventjes mee om überhaupt de headshot te halen. Dit is mijn clash gewoon met de standaard perks die ik altijd gebruik. En laten we kijken of we dus een chill potje kunnen neerzetten. Vergeet niet je blauw duimpje mogen achterlaten. Helpt me enorm. Als we 60 likes kunnen halen, is dat awesome. Ik speel met Annihilator Specialist. Even een keer voor de afwisseling. En we gaan kijken of we een paar headshots binnen kunnen gaan slepen. Al zijn het er maar 10. Al zijn het er maar 5. Al is het er maar 1. Elke headshot telt. Kijk, dat is er al 1. En voor mij was High Caliber, toen het nog niet gepatcht was, laat maar zeggen, toen in de beta, was High Caliber er gewoon echt om heel je wapen sterker te maken. En hebben ze het later gepatcht naar alleen headshots. Ik weet niet of ik dat goed heb. Misschien dat een van jullie het nog weet. Als een van jullie het nog weet, laat het even weten. Oh, ik word er even in mijn bek geramd. Wat? Nou, oké, is het gepatcht zodat je in één klap dood bent of zo? What the fuck? Nou, het zal wel. Holy shit. Ik snap er even niks van. Als ik iemand op zijn bek chuk, dan is het altijd maar. Moet ik 2 klappen geven. Ik moet reloaden. Zo, teammate, je hebt me even hard gesaved daar. Sorry, teammate. Er was een andere teammate, maar die saved mij niet, dus die hoef ik ook niet te saven. Nu is het wel TDM. Dan gaat het juist om de win, maar I don't care. We kunnen dit toch wel winnen. Oh, en hij kwam met een Kuda die silence is. Hé, hey, goede klas jongen, daar speel ik wel mee. En de silence Kuda dan. Dat is gewoon super chill. Oké, ik kan mijn annihilator winnen. Reject knurft. Ik zal hem even concentreren om daar überhaupt wel een kill uit te kunnen slepen. Team met één rug, team met één rug, één rug. Ik zei het je. Wat? Nee. Hé, hey, dit kan niet. Dit kon echt niet, ouwe. Dude, dit kon gewoon niet. Ik schoot dwars door hem heen met mijn annihilator. Dwars. En teammate, jij zuigt echt 100 ballen tegelijk gewoon. Hé hey man, hoe ben ik dood gegaan door die... Nou, ik snap het nog steeds niet. Ik moet echt Accent Max hierop hebben staan houden. Geef je één tip als je met de HVK gaat spelen. Zet de Accent Max op, die heb je wel nodig. Oh, dit is een mooie dubbelkill. Die heb ik gewoon geluk. Die heb ik ook weer geluk. Die heb ik ook geluk. En die heb ik geen geluk. Oké, maar ik heb wel mijn lining strike. Daar gaat het even om. 1, 2, 3. Ik weet niet of ik überhaupt een kill mee kan maken. Nee. Dat gebeurt zo vaak. Dan heb je een lining aanstaan. Dan maken er niet eens kills mee. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hier wel een dubbelkill op weten te pakken. Dus ik heb weer mijn annihilator binnen. Kijk, dat heb ik dan wel, hè. Dat slaat er echt nergens op. Hier. Hier. Wat no skill. Zo doe je dat gewoon. Hup, jij ook. 1, 2, 3. Ik kan er wel een granaat aankomen. Dan reed je gewoon even weg. Wacht hem hierop. We hebben een dubbele lightning kill. Het potje bijna afgelopen.
Ik weet niet wat voor code zij opnoemde, maar dat maakt mij geen ene kut uit. Dan hebben we nog eigenlijk onze raid binnengehaald. Maar het potje er al op 29-7 is onze uitgekocht. Dus, mocht je genoten hebben van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Help mij enorm. Kijk eens even hoe sexy Final Kill Cam we hebben gemaakt met onze HVK30 natuurlijk. Bam. Mooie zijn benen. Jammer nog geen headshot, maar we hebben genoeg headshot gehaald dit potje. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer om 3 uur precies op mijn kanaal. Doei!